Pieter Gerkes, opnieuw een nederlaag, maar jullie begonnen al slecht aan de wedstrijd, hè? Ja, inderdaad. Na 10 minuten denk ik ongeveer was dat we een individueel foutje, dat kan gebeuren. Oké, maar op dit niveau zou dat eigenlijk niet mogen. En ja, dan kom je direct op achterstand en dan weet je dat het moeilijk wordt. Dan komen we dan nog goed terug. Ik denk dat we dan even de betere ploeg waren. En dan, ja, juist voor de rust krijg je opnieuw een goal tegen door een dekkingsfout. Ja, dat was even hard aangekomen in de kleedkamer. Maar oké, ik denk dat we de tweede helft goed begonnen zijn. Mooie kansen gehad met Jelles en Kopbal bijvoorbeeld. En ja, als die binnengaan, dan is het 2-2-2. En dan weet je dat dat nog heel moeilijk wordt voor hen. Want ja, dan zijn wij in de groove een beetje. En dan, ja. Maar ja, nu spijtig. Ja. Jullie hadden althans vandaag een uitstekende zaak kunnen doen als je kijkt naar de uitslagen van dit weekend, hè? Ja, inderdaad. Rechtstreeks concurrenten hebben punten laten liggen. Dus ja, we konden terug meedoen, zal ik maar zeggen. Maar ja, nu hebben we ook punten laten liggen. Dus ja, nu is dat niet het geval. Ik zou je kunnen vragen, wat is de oplossing? Maar als jij die wist, dan was dat lang opgelost. Ja, inderdaad. Als we wisten wat de oplossing was, dan hadden we dat lang opgelost. Maar oké, ja, ik denk dat we gewoon hard moeten blijven werken. En dat we voor de rest niet echt iets kunnen doen. Ik denk dat je gewoon echt totaal niet mee zit. Maar ja, oké, we zullen hard moeten blijven werken en dan komen we er wel uit, denk ik. Ja, want die play-off 1, dat is een must. En ja, die komt, ik zal nog niet zeggen in het gedrang, maar ploegen zoals Kortrijk en ook Gent komen kort erbij, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat we stil aan het beginnen moeten winnen als we daar nog in willen blijven. Maar we hebben nog alles in eigen hand. Ik denk dat als we vanaf nu alles gaan winnen, dan blijven we er gewoon in. En dan kunnen we proberen nog een stunt te doen in de play-off 1. Hè. Moet er op het veld niet een beetje een soort andere bezetting zijn, want iedereen kent het spel van Racing Genk. Oh ja, ik denk dat dat niet het probleem is. Als ik vandaag weer zoveel kansen dat we gehad hebben, hadden we gemakkelijk deze match kunnen winnen. En als we die individuele foutjes er dan uitlaten, dan winnen we weer 2-0 misschien. En ja, oké. Ja. Dus ik denk dat daar niet aan ligt. Ik denk dat we gewoon in een dip zitten waar het allemaal een beetje tegen zit, maar voor de rest... Volgende week KV Mechelen. Ja, een trainer bij KV Mechelen die Genk heel goed kent, hè? Ja, inderdaad. Er is zo wat systeem ingebracht bij onze club. En ja, okay, het zal niet gemakkelijk worden, want je weet natuurlijk ook de zwaktes dan. Maar ik denk dat we gewoon ons eigen voetbal moeten proberen te brengen en proberen uit te gaan van eigen sterkte. Ook al is het misschien raar om niet te zeggen, maar ik denk dat we alles moeten geven gewoon. Bedankt, Pieter.